Ik ben Fred Slossen, docent basis TCG, postgraduaat acupunctuur en kindertrina bij IXO in Antwerpen. Ik heb een praktijk acupunctuur, Chinese kruiden en kindertrina gehad in Dordrecht van 1980 tot juli 2014. In 1996 heb ik de behandeling van kinderen geïmplementeerd in mijn praktijk en vanuit het enthousiasme over de behaalde resultaten is het idee ontstaan om mijn kennis en mijn ervaring door te geven aan collega's. Zodoende is de opleiding kindertrina ontstaan in 2015. De opleiding omvat 8 dagen en de volgende start in januari 2021. De opleiding omvat 8 dagen, waarvan 2 halve dagen stage met kinderen is. Kennis van de basis TCG is noodzakelijk om de cursus te kunnen volgen. Kindertrina is een effectieve, eenvoudige en kindvriendelijke methode om allerlei ziektes en aandoeningen te behandelen. Waar is het voor aangewezen? Bij het niet verteren van melk, het terugbraken van melk, nachtelijk huilen, ondervoeding, spruw, convulsies, bof, oorpijn, diarree, koorts, verkoudheid, kinkhoest, bedplassen, constipatie, intestinale obstructies enzovoort. Er zijn nagenoeg geen contra-indicaties. Hoe jonger het kind, hoe korter de behandelingstermijn is. Normaal moeten 3 tot 5 behandelingen van 15 à 20 minuten volstaan, althans in acute situaties. Onmiddellijke resultaten zijn te merken in de behandeling van hoest, melkbraken, nachtelijk wenen, diarree, constipatie, urineretentie en intestinale obstructie. De manipulaties bij trina voor kinderen zijn verschillend van deze van volwassenen, omdat de fysiologische en de pathologische eigenschappen van beiden ook verschillend zijn. Er zijn nogal wat verschillen tussen volwassenen en kinderen. Zo spreken we van de mild van de kinderen is vaak verzwakt. We weten uit de TCG dat de mild het proces van vertering en de absorptie van voedingsstoffen verzorgt. Eveneens een stukje van de postnatale energie. Na de geboorte gaat het kind voedsel opnemen en dat vormt soms een probleem. Met het gevolg dat een kleine verstoring snel tot een groot probleem kan evolueren. Mildproblematiek is dan ook een van de meest voorkomende problemen bij jonge kinderen. De yin van kinderen is vaak zwak, is een tweede gezegde. En dat betekent dat kinderen extreem yang zijn ten opzichte van volwassenen. Ze zijn actief, bewegen veel, vragen veel aandacht enzovoort. Daar hun yin zwak is, krijgen ze gemakkelijk aandoeningen van het hittetype, zoals koorts en convulsies. Het volgende gezegde, de organen zijn broos en zacht en de qi verlaat gemakkelijk het pad. Deze uitdrukking betekent eigenlijk dat kinderen zeer kwetsbaar zijn en ook vatbaar voor externe factoren. Die factoren verstoren ook makkelijk de qi en het zangfu. Externe pathogene factoren zijn vooral hitte, koude, virussen, dieet enzovoort. Een ander fenomeen bij kinderziektes is het falen van het qi-mechanisme. Dat wil zeggen, de qi verlaat het pad. Dit constateert men voornamelijk bij digestieve problemen, wat leidt tot een drastische vermindering van de qi. En wat dan ook weer leidt tot
de qi-deficiëntie aandoeningen. We zien vaak dat kinderen zeer gemakkelijk ziek worden en dat hun aandoeningen snel ernstig worden. Bij koorts kan de lichaamstemperatuur zeer snel stijgen en een longproblematiek kan vaak leiden tot een ernstige pneumonie. Ook diarree kan ernstige gevolgen hebben met uitdrogingsverschijnselen en kan levensgevaarlijk zijn. Dit is zeker belangrijk om dat te onderkennen. De yin en yang organen zijn zuiver en energievol en herwinnen gemakkelijk en snel hun gezondheid. We zien vaak dat een ziekte bij een kind vrij snel ernstig kan worden. Maar een kind kan ook zeer snel genezen. Kinderen reageren zeer snel op een correcte behandeling, ook al lijkt soms de ziekte hopeloos. De lever is vaak ziek, is het volgende gezegde. Deze uitdrukking geeft aan dat kinderen gemakkelijk convulsies doen. De Pinyin-term yu betekent eigenlijk een surplus en refereert naar wind. In de Chinese geneeskunde zijn convulsies namelijk een manifestatie van leverwind. Bij kinderen zullen we niet zozeer de leveraandoeningen zoals we die zien bij volwassenen, namelijk stagnatie van de lever qi of lever die de maag en de milt aanvalt, zullen veel minder frequent voorkomen bij kinderen. Bij lever qi, stagnatie door emoties, zullen kinderen deze emoties minder verdringen dan de volwassenen. In tegenstelling tot volwassenen hebben kinderen veel frequenter voedselstagnatie of een slechte vertering. Hoewel de symptomen, zoals rood aangezicht en stuiptrekkingen, lijken op lever qi stagnatie, hebben ze toch altijd te maken met een digestief probleem, namelijk accumulatie of indigestie. Een volgend gezegde is: behandel de moeder om het kind te behandelen. Gedurende de eerste levensjaren ontvangt het kind zijn energie van de ouders, gewoonlijk van de moeder. Het is dus vrij normaal dat de moeder die zich uitgeput voelt wanneer het kind ziek is, dit zal overdragen op het kind. Maar het is ook zo dat de energie van de moeder ook doorgeeft aan haar kind, wat ook een disharmonie kan veroorzaken. Dus bij gevolg, als de moeder ziek is, kan het kind ook vlugger ziek worden. Het is duidelijk dat zowel een ziekte als de energie van de moeder en het kind nauw met elkaar verbonden zijn. Hoe kunnen we de ziekteoorzaken bij kinderen omschrijven? Een belangrijke groep is de externe pathogene factoren die het kind ziek maken. Ook infecties behoren tot de categorie van deze aandoeningen. En in de Chinese geneeskunde worden die veroorzaakt door de 6 externe pathogene factoren. Zoals we weten zijn die wind, koude, droogte, hitte, zomerhitte en damp of vocht. Deze aandoeningen zijn identiek aan deze van de volwassenen. Maar kinderen zijn veel vatbaarder voor dergelijke aandoeningen, zeker omdat ze in contact komen in groep, bijvoorbeeld de school, de kinderdagverblijven enzovoort. In de cursus behandelen we ook de kenmerken van de 6 externe pathogene factoren. Een belangrijke andere oorzaak is een sluimerende pathogene factor. Dat heeft ook andere benamingen,
We spreken ook van een echopatroon of van een latente pathogene factor. En het is zeer belangrijk om dat te onderkennen. Wanneer treedt zo'n LPF op? Dat kan voorkomen als een aandoening onvoldoende of niet behandeld is of ondeskundig behandeld is. Dus dat wil zeggen dat de pathogene factor in het lichaam verblijft, aanwezig blijft. Dat zien we bijvoorbeeld bij acute tonsillitis, die niet voldoende of onvoldoende behandeld is. En dit kan leiden tot een chronische vorm, waarbij de tonsillen permanent gezwollen blijven. Deze pathogene factor gaat het lichaam verzwakken, de qi en de yin aantasten, zodat het kind gevoeliger wordt voor een volgende ziekte. Dit komt bij kinderen frequent voor. De oorzaak van een echopatroon vinden we in het feit dat een bepaalde ziekte niet helemaal genezen is. Maar ook vaccinaties en antibiotica kunnen een aanleiding zijn. Het is vaak zo dat een kind nog te zwak is om tegen de toegediende pathogene factoren te vechten. Dus pathogene factoren zijn dan de vaccinaties of de antibiotica zelf. Het is belangrijk om zo'n echopatroon te erkennen, want ze zijn de sleutel naar het begrijpen van veel chronische ziektes. Kinderen die elke winter met een hoest zitten, worden wel behandeld met kruiden, maar herstellen nooit volledig. Als men dat patroon begrijpt, kan men het kind wel verder genezen. Dus in feite wordt het patroon steeds erger naarmate de ziekte terugkomt. En dat kan dus ontaarden in een astma-aanval op latere leeftijd. Deze echopatronen zijn vaak waarneembaar aan het einde van een ziekte. Dus een kind heeft eerst een acute of een chronische hoest en dan zijn de meeste symptomen wel snel onder controle, maar de laatste stap om volledig te genezen is er niet. En hier moet men het echopatroon of de LPF aanpakken. Het kan jaren duren als het meespeelt onder de oppervlakte. Het blijft altijd latent aanwezig. En zelfs bij een volwassen persoon kan dit onder erge stress weer de kop opsteken en zich bijvoorbeeld presenteren onder de vorm van klierkoorts of het chronisch vermoeidheidssyndroom. Soms gebeurt het dat deze echo pas bij oudere personen weer de kop opsteekt. Dit patroon kan het karakter van de persoon in kwestie gedurende heel zijn leven beïnvloeden. Een andere ziekteoorzaak zijn emotionele factoren. Onder de 7 jaar verdringen de meeste kinderen hun emoties niet. En dat vormt dan ook niet direct een probleem. Een kind van 2 jaar oud is niet bezig met de gedachte of het nu vrolijk of triestig is, of het moe is. Dat komt bij hen niet op. Als ze moe zijn, gaan ze zitten of liggen en vallen ze vanzelf in slaap. Om het even waar ze zijn. Eigenlijk gaan ze dit nooit analyseren. Vaak treden emotionele problemen op in familiale omstandigheden. Bijvoorbeeld bij scheiding, ruzies tussen de ouders. Dit heeft wel zijn invloed op kinderen.
Dus vaak constateert men aanvallen van astma of tonsillitis bij kinderen die leven in een echtscheidingssituatie. Maar ook jaloezie van broers of zussen en seksueel misbruik kunnen zware emotionele problemen veroorzaken. Slapeloosheid en urogenitale klachten zijn daarvan de bekendste problemen op fysiek vlak. Rond de 7 jaar verandert dit stilaan. Ze worden zich wel bewust dat ze moe zijn of dat ze kwaad zijn. En ze ervaren dat als iets vreemds, iets dat buiten hunzelf staat. Als ze rusteloos worden, gaan ze zichzelf kalmeren. Als ze moe zijn, gaan ze hun wil gebruiken om eroverheen te komen en om door te gaan. En als ze droevig of kwaad zijn, kunnen ze stilaan hun kwaadheid en hun tranen in bedwang houden. Een andere belangrijke oorzaak van ziektes of aandoeningen bij kinderen is de voeding. Als een kind ter wereld komt, gaat het zelfstandig moeten eten en drinken. En heeft het nodig om, heeft voldoende voedsel nodig om te groeien. Maar de minste verstoring leidt tot een accumulatie. En aangezien het zwakke digestieve functie nog niet maximaal functioneert, kunnen er problemen ontstaan. Normaal is er heden ten dagen geen gebrek aan voedsel. Dus dat is zeker niet meer het probleem. Maar bijvoorbeeld, er kan een gebrek zijn aan moedermelk, die een oorzaak is. Ook een geringe eetlust. De meest frequente oorzaak van digestieve problemen en diarree is eerder een overvoeding of een onregelmatige voeding. En er wordt geadviseerd bij voedingen om de voedingsbeurten zeker om daar 2 uur tussen te laten. De moedermelk zelf kan ook leiden tot abdominale pijn. Dat komt bijvoorbeeld voor wanneer de moeder gespannen is of angstig is als ze de baby gaat voeden. En deze emoties kunnen de melk bitter of zuur maken. Het komt ook voor dat de melk onverteerbaar en bitter wordt als de moeder zelf galblaasproblemen heeft. Een fenomeen dat we ook behandelen is het GAN-syndroom. GAN-syndroom, ook wel genoemd. En dat verwijst naar GAN, de lever. Dit is een pathologische toestand met verschillende symptomen die we vinden bij de diagnose. Infantiel GAN-syndroom wordt ook malnutritie genoemd en is een chronische aandoening als gevolg van deficiëntie van maag en milt. Het wordt gekenmerkt door emaciatie, bleke gelaatskleur, broos haar, abnormale eetlust en darmrommelingen. Dit komt voornamelijk voor bij kinderen onder de 3 jaar. Ten gevolge van de langdurigheid van de aandoening remt het de groei en de ontwikkeling van het kind af. Er ontstaat een verzwakking van de lichaamsconditie en dit leidt tot verdere complicaties. Dus het begint met een disharmonie van de maag en de milt. Het tweede stadium is miltdeficiëntie met voedselretentie of intestinale parasieten. Het laatste stadium zien we dan een deficiëntie van de qi en het bloed.
We hebben dan ook nog een andere categorie, oorzaken van aandoeningen. Dat is bijvoorbeeld overspanning. Dat wil zeggen, dit probleem ligt niet zozeer bij de kinderen zelf, maar dit is de oorzaak van de ouders die te veel willen van het kind, bijvoorbeeld schoolprestaties, of het juist slecht verzorgen. Dit is niet altijd gemakkelijk om te ontdekken. Een tweede factor is toxines. Dit heeft verschillende ziekteoorzaken. Er kan vergiftiging zijn door planten, metalen, maar bij ook epidemische toestanden zoals mazelen, hepatitis, encefalitis. Een andere oorzaak is voedselvergiftiging, onzuiver voedsel, voedseladditieven, tabak, verven, petroleumderivaten enzovoort. Een andere ziekteoorzaak kan zijn een erfelijke factor. Erfelijke ziektes worden ook vaak doorgegeven, zoals astma, eczeem, en dat komt zeer frequent voor. Meestal is het één of beide ouders die het doorgeven, soms de grootouders. Maar ook kan het zijn dat de toestand van de moeder, meestal, bijvoorbeeld damp-hitte toestand met intermitterend groenslijm, dat kan de kinderen ook overgeërfd hebben. Zwangerschap en postnatale periode is natuurlijk ook belangrijk. Hoe is de zwangerschap verlopen? Wat is er gebeurd tijdens de bevalling, na de bevalling? Dus dat is zeker belangrijk om ook in de ziekteoorzaak mee te nemen. De diagnosestelling. Zoals we weten uit het ECG zijn de volgende methoden inspectie, luisteren, ruiken en ondervraging plus palpatie de meest gebruikte methoden om de diagnose te stellen. Bij kinderen is de inspectie wel het belangrijkste, naast het vragen stellen. Polsdiagnose is bij kleine kinderen niet gemakkelijk omdat de drie posities op de pols nogal dicht bij elkaar liggen. Dus eerst gaan we een inspectie doen en een ondervraging, gevolgd door de palpatie van het abdomen en het onderzoeken van de oppervlakkige venen van de vinger. De huid en de spieren van kinderen zijn dun en fragiel, zodat interne pathologische veranderingen gemakkelijk van buitenaf zijn waar te nemen. Naast deze traditionele onderzoektechnieken zijn er natuurlijk ook westerse onderzoeksmethoden als aanvulling zeker bruikbaar. Inspectie van de oppervlakkige venen van de index is zeer specifiek bij kindertwina. Dat vind je nergens anders terug. Het is een diagnose die we stellen aan de hand van de wijsvinger. Er loopt een vene vanaf dikke duim 4 tot aan de top van de wijsvinger. Deze heeft drie posities. Dit is de windpositie, dit is de chi-positie en dat is de vitale positie. Afhankelijk van het tevoorschijn komen van de vene kunnen we spreken over de ernst van de situatie. In deze zone is het wind, dus eerder mild. Dit is al in een tweede phalanx, is al een ernstiger situatie. En dit is een kritieke situatie. Dus als we de venen tot in dit stuk zien lopen,
dan is er levensgevaar en kunnen we beter doorverwijzen. Dit is specifiek om te constateren de ernst van de situatie. En het is specifiek voor kinderen onder de 3 jaar. Dus de kleur van de venen wordt geconstateerd, en dat is meestal geelachtig rood. En het is niet altijd gemakkelijk om die venen te zien. Als die niet te zien is, spreken we van een niet ernstige situatie uiteraard. Naast de diagnosestelling is het ook belangrijk om inzicht te krijgen in de studie van de basishandgrepen. In China zijn er verschillende scholen, Twina. We spreken van Noord-China en Zuid-China in grote delen onderverdeeld. En er liggen verschillende accenten, maar altijd komt de behandeling op hetzelfde neer. Er zijn 100 verschillende handgrepen. Maar bij kinderen zijn er maar enkele handgrepen die in aanmerking komen bij de behandeling. Infantiele pathologie is relatief eenvoudig en ook gemakkelijk te behandelen. Wat zeer belangrijk is, is de kracht en de frequentie tijdens de behandeling en ook de duur van de behandeling. Er wordt vanuit gegaan dat de beste resultaten te bereiken zijn tussen 0 en 5 à 6 jaar. Hoe jonger het kind, hoe beter de resultaten. En sommige van de handgrepen kunnen ook verder, kunnen ook bij oudere kinderen dan 5 jaar toegepast worden. Puntenlokalisatie bij de kinderen. Ongeveer een kleine 100 punten, lijnen, worden gebruikt bij kinderen. Sommige punten kennen we vanuit de acupunctuur en kunnen we gebruiken bij kinderen ook, zoals we die kennen bij de volwassenen. Maar andere zijn alleen bekend onder een Chinese benaming en worden dus enkel bij kinderen toegepast. Bijvoorbeeld op de palmaire zijde van de hand hebben we verschillende lokalisaties die we kunnen behandelen. Deze zijde is mild maag. Dit is het topje van de wijsvinger, correspondeert met de lever. Dit correspondeert met het hart. Dit correspondeert met de long. En dit correspondeert met de nier. Deze zijde is de dikke darm, deze zijde is de dunne darm. Er liggen dus zeer veel punten op de handpalm, eveneens op de dorsale zijde, ook op de onderarm, op de ventrale zijde en op de dorsale zijde. Het is maar om een voorbeeld te geven van enkele punten die bij de volwassenen niet gebruikt worden en bekend zijn. Puntenstudie en in combinatie met de specifieke handgrepen. De punten bij kinderen zijn in aantal veel minder dan deze bij volwassenen. Wat in de cursus ook behandeld wordt, dat zijn de verschillende pathologieën. In detail worden de verschillende pathologieën besproken. Van onder andere diarree, braken en reflux, abdominale pijn, constipatie, ondervoeding en voedselstagnatie, nachtelijk huilen, bedplassen, hoest, astma, verkoudheid, koorts, pof, waterpokken, oorpijn,
ADD en ADHD. Bij elke aandoening wordt een differentiatie gemaakt van de symptomen en dus de patronen, het behandelprincipe en de behandeling zelf. Hier volgt een voorbeeld van hoest. Hoest is een symptoom dat het gehele jaar door kan voorkomen, maar meestal in de lente en de winter. Het is een symptoom dat meestal ontstaat ten gevolge van een verkoudheid, of astma, of pneumonie enzovoort. Het is voornamelijk bij kinderen onder de 3 jaar. Dus de hoest ontstaat ten gevolge van een externe pathogene factor. En meestal is dat van korte duur en heeft een goede prognose. Echter, als de longqi en de weiqi zwak zijn, dan kan de externe pathogene factor de long aanvallen. Via de neus, de mond, de huidporiën. En op die manier wordt de longfunctie verstoord en kan zijn longfunctie niet meer waarmaken, namelijk het verspreiden en het doen dalen van de qi. Met als gevolg hoest. Er kan ook een retentie zijn van flegma, damp in de mild, en dat kan ook een oorzaak zijn van hoest. Dat heeft dan meer een interne oorzaak. Dus we spreken van, als we differentiëren van een excessyndroom, van een met 2 diagnoses, namelijk windkou en windhitte. Daarnaast spreken we ook van een deficiëntiesyndroom. Als we kijken welke symptomen we zullen hebben bij windkou, het zal een zware hoest zijn met dun en wit sputum. Neusobstructie met een klare, heldere neusloop, niet zweten, mogelijk lichte koorts, afkeer van koude, een prikkelende keel, dun en wit tongbeslag en een oppervlakkige pols. Dus door de invasie van windkou wordt de longfunctie verstoord. Een tweede mogelijke oorzaak is windhitte. Windhitte heeft andere symptomen, ook hoest natuurlijk met een hese stem. Hier zullen we dik en geel sputum zien. Er zal eerder een neusobstructie zijn met kleverig, dik slijm. Mogelijk koorts, een afkeer voor wind, een rode en pijnlijke keel, dorst, een rode tong met dun en geel beslag en een oppervlakkige en snelle pols. Dit wat betreft de beide excessyndromen. Daarnaast kunnen we een deficiëntiesyndroom vaststellen. Hier is er meer een chronische hoest met dun en wit sputum, ook sputum in de keel. Meestal het gevolg ook weer van externe pathogene factoren, maar een ander beeld, namelijk meestal obesitas, spontaan of nachtelijk zweten, geen eetlust, bleek aangezicht, bleke tong en een dik beslag. En een glijdende pols. Hier is het meer een gevolg van de long en de mild. Dus die zijn niet in staat om externe pathogene factoren te weren. En de mild-chi-deficiëntie zien we aan het bleke gelaat en aan het gebrek aan eetlust. Dus eigenlijk door het dysfunctioneren van de mild
die moet zorgen dat het transport en de transformatie goed gebeurt, krijgen we vorming van slijm en damp die zich in de longen verzamelt. Hoe zal de behandeling eruit zien? Telkens we een diagnose hebben gemaakt, staat daar een bepaalde behandeling voor. Bijvoorbeeld bij het excess-syndroom en we constateren windkou, zijn de punten als volgt. De 2 is de techniek van strijken. Strijken en we gaan bijvoorbeeld het voorhoofd in combinatie met de lijnen boven de wenkbrauwen gaan we behandelen met onze duim of onze wijsvinger. Taiyang kennen we ook uit een extra punt uit de acupunctuur. Een ander punt is de ingang van de neus. Dan een punt wat we ook kennen uit de acupunctuur is Feng Shui, haalblaas 20, die we ook met een bepaalde techniek, de techniek heet knijpen en naar de vingers naar elkaar toe bewegen. Feijing ligt op de ringvinger en de techniek zal zijn om de winter proberen uit te krijgen, dus van het lichaam weg. 2 is ook mogelijk die kant op als we de long willen versterken. In dit geval gaan we draineren. Dan ook het punt op de borst, Tanzong, conceptie 17. En ook blaas 13, Fei Shu, met de techniek rouw, dus drukken en draaien. En nog een belangrijk punt op de onderarm, dat is de radiale zijde naar de pols toe. Radiale zijde naar de pols toe. Bij windhitte zijn een aantal punten hetzelfde. Deze techniek ter hoogte van het hoofd is hetzelfde. Ook Taiyang is hetzelfde. Deze zijn hetzelfde. Ook voor galblaas 20, Feijing. Maar het verschil zit hem vooral in het punt die we gaan gebruiken ter hoogte van het midden van de onderarm. Midden van de onderarm, van de elleboog naar de pols toe. En dat punt heet Tian He Shui. Dat is het punt die we in de gewone acupunctuur niet terugvinden. Andere punten kunnen we eventueel toevoegen. Dat is een punt onder de tepel en bijvoorbeeld maag 36. Bij deficiëntiesyndroom ziet de behandeling er totaal anders uit. We gaan in dit geval, als we zien dat de milt deficiënt is, gaan we de miltenergie moeten versterken. De miltenergie kunnen we versterken via deze lijn, mild en maag, gaan we tegelijkertijd versterken. Dus naar het lichaam toe. Tanzong voor de hoest is weer hetzelfde. Feijing is ook hetzelfde. Feijing om de long te klaren, noemen we dat. Een punt die we ook kennen uit de acupunctuur is Tian Tu. Conceptie 22. En dan een aantal punten specifiek voor slijm. Fenglong, dat is maag 40. En een punt om het hele lichaam te versterken is versterkend ter hoogte van de wervelkolom.